Het is bijna 2000 jaar geleden. Een groepje mensen loopt vanuit de stad Jeruzalem in de richting van de Olijfberg. Het zijn Jezus en zijn discipelen. Jezus gaat naar zijn Vader in de hemel. Maar hij laat zijn kinderen niet alleen. Hij belooft hen een andere trooster, de Heilige Geest. En de discipelen zien hun meester heen gaan. Zijn zegenende handen over hen uitgestrekt. En al hoger stijgt hun Heere. Nu zegent hij niet meer alleen de discipelen, maar heel de stad, Jeruzalem. En even later, als hij nog hoger stijgt, heel de wereld. Heel de wereld moet immers voor hem buigen. En zijn naam erkennen. Al de heidene heren die gij gemaakt hebt, die zullen komen en zullen zich voor uw aanschijn nederbuigen en uw naam eren. Voor zijn hemelvaart geeft de Heere zijn discipelen een opdracht mee. Gaat dan heen, onderwijst al de volken het evangelie voor de volken. Jezus had het hen al eerder verteld. En het evangelie moet eerst gepreekt worden onder alle volken. En wat Jezus zegt, dat is waar. En dat zal gebeuren. Ook vandaag, in 2022. Jezus zegt niet, het evangelie kan. Nee, het evangelie moet eerst gepreekt worden. Onder alle volken. En dan kom ik terug. Waarom legt de Heere zo de nadruk op het moeten? Omdat hij zijn kerk heeft uitverkoren. Voor de grondlegging van de wereld al. En hij zal zijn kerk bijeenbrengen. Overal vandaan. En er zal niet één van zijn kinderen achterblijven. De hele oogst, die moet binnen. En Jezus heeft daar ook de macht toe. En hij krijgt er de eer van. Zijn kerk is aan hem gegeven. En hij heeft zijn kostbaar bloed ervoor gestort. Daarom moet het. En de Heere heeft ook een opdracht op zijn discipelen gelegd. En die opdracht die hebben de apostelen verstaan. Ze zijn op pad gegaan. Sommigen hebben grote reizen gemaakt. Zendingsreizen. En al de eeuwen door zijn er zendelingen geweest. Tot vandaag de dag. En ook vanuit onze kerk mogen er zendingswerkers uitgaan. Namens ons. Namens u. Namens jou. Vanmorgen hier in de evenementenhal aanwezig. Die zendingswerkers worden namens ons kerkverband uitgezonden. Vanuit een kerkelijke gemeente. Net zoals Paulus. Net zoals Barnabas. Ze werden vanuit de gemeente in Antiochië uitgezonden. Ze gingen niet op eigen initiatief. Nee. We lezen in Handelingen 13. Toen vasten en baden ze en hun de handen opgelegd hebbende, lieten zij hen gaan.
En de apostelen keerden ook weer terug naar Antiochië, na hun zendingsreis. En daar vertelden zij hoe goed de Heere voor hen gezorgd had. Wat de Heere had gedaan. En hoe hij de heidenen de deur van het geloof geopend had. En toen het moeilijk werd en er discussie ontstond over de besnijdenis, kwamen Paulus en Barnabas niet met de oplossing, maar gingen zij naar Jeruzalem, naar de moedergemeente. Het ging de beide zendelingen om Christus. Paulus zegt in 2 Korinthe: de liefde van Christus, die dringt ons. Hij heeft zelfs de gemeente beroofd. Paulus zegt het: ik heb de gemeente beroofd, gesmeekt om financiële hulp. Om de gemeente van Korinthe te kunnen bedienen. Hij werd ook uitgeholpen door de broeders in Macedonië. Zendingswerk is dus niet iets wat je privé doet. Helemaal niet. Zendingswerk is namens ons, als kerkverband. En dat heeft de Heere op ons gelegd, door die opdracht. Gaat dan heen. Zendingswerk is de opdracht van Christus aan u vanmorgen hier aanwezig. En dat werk heeft haast. De mensen kunnen wel zeggen dat het nog 4 maanden duurt voordat de oogst komt, voordat de oogst rijp is. Maar Jezus zegt: zie, ik zeg u, heft uw ogen op en aanschouwt de landen. Ze zijn alreeds wit om te oogsten. Sinds de komst van Jezus is de oogsttijd aangebroken. De tijd is rijp om te gaan oogsten. Er is werk in de wijngaard, op de akker. De druiven moeten geplukt, het graan moet worden binnengehaald. De oogst moet binnen. U kent het voorbeeld wel van de verhalen van vroeger. Als de tarweoogst daar was, moest iedereen mee het land op. Hard werken in de hitte. Doorwerken, niet achterom kijken. In de verte het gerommel van het onweer. Maar de oogst moet in de schuur. Het tarwe moet bij elkaar worden vergaderd. Jezus krijgt zijn gemeente, zijn kerk. En vandaag zijn de zendingswerkers in ons midden hier. En ze komen uit de wijngaard. Uit Albanië, de wijngaard van Albanië, de wijngaard van Guinea, de wijngaard van Cambodja, Tsjaad, Oeganda. Ze zijn op bezoek. Sommigen zijn zelfs nog in opleiding en moeten gaan. Ja, er zijn geen werkers uit Oost-Azië. Ze zijn er wel, maar ze zijn niet in ons midden vandaag. Ze zijn aan het werk in de wijngaard. En ze moeten de hitte van de dag ervaren. Bid u voor hen. Ik ga nu de aanwezige zendingswerkers 1 voor 1 naar voren roepen. En aan sommige van hen ga ik ook een vraag stellen. Allereerst wil ik heel graag de werkers naar voren roepen die in opleiding zijn bij ZGG. En dan wil ik eerst graag naar voren roepen Maarten en Gerdineke Baan. Maarten en Gerdineke met hun kinderen Rodé en Talita. Gerdineke is helaas ziek, Talita is ook ziek. Dus Maarten en Rodé zullen vandaag bij ons op het podium komen. Hartelijk welkom. Maarten is evangelist in Guinea. En hij hoopt vanuit de gemeente uit op Heusden te worden uitgezonden later dit jaar. Ik wil ook Peter en Arianne Hout van harte uitnodigen. Met hun kinderen, Marta, Esther, Levi en Jagin.
Zij hopen vanuit de gemeente van Elspeet te worden uitgezonden in het najaar van dit jaar. Ook hartelijk welkom hier op het podium. Dan ga ik door met Maurice en Dieke Heijboer. Maurice hoopt in de toekomst te gaan werken als evangelist in Ecuador. Met hun kinderen mogen zij naar voren komen. Nienke, Aimé en Simon. Ik begrijp dat Simon in de crèche zit, dus we gaan alleen Nienke en Aimé zien. Hartelijk welkom. Per 16 augustus hopen jullie in opleiding te komen. Jullie moeten nog beginnen aan de opleiding bij Zending Gereformeerde Gemeente. Niet op het podium, maar wel aanwezig, is Anna. Anna is recent aangenomen voor het werk in het Midden-Oosten, wat ook door ZGG en de andere deputaatschappen die betrokken zijn gedaan mag worden. De uitzending volgt binnenkort. Anna, ook hartelijk welkom. We kunnen je vanwege veiligheidsredenen helaas niet op het podium uitnodigen. Maar welkom. Nu ga ik verder met de werkers die op verlof zijn of op bezoek in Nederland. Hanneke Boer hebben we al even gezien vanmorgen. Hartelijk welkom, vrouwen- en kinderwerker in Cambodja. Ik ga door met Pieter en Arianne van Ooyen. Pieter hebben we al even gezien. Nu gaan we ook Arianne zien en hun kinderen, Benjamin en Matthias. Hartelijk welkom. Pieter is evangelist in Albanië. Welkom hier op het podium. Annemieke Vader, ook welkom, vrouwen- en jeugdwerker in Guinea. Marlies ten Voorde, zendingswerker in Guinea. Vanmiddag hoop je ook een presentatie te houden. Iedereen ook hartelijk welkom bij haar presentatie vanmiddag. En Gerard en Gedda Wassink. Gerard is theologisch toerister in Albanië. Welkom hier op het podium. Wil ik ook graag naar voren roepen Dorenda de Raaf. Zij is aangenomen als onderwijsondersteuner in Guinea en ze hoopt Anneke Drent het komende schooljaar op te volgen in Guinea. Verder zijn er ook werkers die door ZGG worden ondersteund. Rembrandt en Margreet Rodeburg. Rembrandt mag werken als piloot voor de MAF in Oeganda. Zij komen naar voren met Lisa en Tirza, hun kinderen. Welkom hier. En Rieneke van Rijn. Rieneke mag werkzaam zijn voor Wycliffe. En zij doet bijbelvertaalwerk in Tsjaad. En dan heb ik, als het goed is, iedereen hier op het podium. Nou, wil ik graag naar voren roepen, Annemieke. Waar is Annemieke? Ja, kun je misschien even hier gaan staan? Als je dicht bij je mond houdt, dan gaat het werken zometeen. Ga ik jou eerst de vraag stellen. Ja. Annemieke, ik wil je graag een vraag stellen. Je bent namens de Gereformeerde Gemeente vanuit de gemeente van Houten uitgezonden naar Guinea. Waarom is het nu belangrijk, kun je de mensen vertellen waarom het belangrijk is om vanuit een kerkverband en een plaatselijke gemeente te worden uitgezonden? De gemeente van Houten heeft mij biddend en zegenend uitgezonden. En dat gebed mag nog steeds voortgaan. Het gaat door om vrijmoedigheid en om de leiding van de Heilige Geest. En ook vrucht op het zendingswerk wordt uitgezien naar berichten. En het is dan ook heel verblijdend als we vermelden mogen over de doopdienst in Guinea. Dan hebben we samen de Heer mogen danken en zijn naam mogen erkennen en lof zingen. Ja. Hartelijk dank. Hartelijk dank. Ik heb nog een vraag en wil ik graag even naar voren roepen. Pieter van Ooyen, alsjeblieft. We hebben een spreukenboekje. Sinds kort is een spreukenboekje recent beschikbaar gekomen bij ZGG. Vol spreuken
over de zending. En hier heb ik ook een spreuk in gelezen waar ik jou een vraag over wil stellen. Ik lees hierin, een gemeente, dat staat hierin, een gemeente waar zending niet leeft, gelooft zelf niet in haar eigen boodschap. Dat is best een forse uitspraak, Pieter. Ja, dat is zeker een forse uitspraak, een hele pittige uitspraak. Aan de andere kant, als je werkelijk gelooft dat wij allemaal verloren liggen. En als je werkelijk gelooft dat er alleen behoud is door de Heer Jezus Christus. En dat zijn naam daartoe gepredikt moet worden. Ja, dan kan het bijna niet anders als je werkelijk in de boodschap van de Bijbel gelooft. Dat zendingswerk ver weg en evangelisatiewerk dichtbij ook van groot belang wordt voor de gemeente. En dat er ook uitgezien wordt naar de uitzending van één of meer zendingswerkers door de gemeente. Dus ik denk dat die stelling waar is. Nou, hartelijk dank, zeker. Mag ik naar voren roepen Gerard Wassink? Alsjeblieft, Gerard. Ja, de vraag die ik jou wil stellen heeft ook te maken met dit spreukenboekje. Ik lees namelijk hier ook in dat zending twee richtingsverkeer is. De zendende kerk, dat zijn wij. Wij kunnen leren van de christenen op het zendingsveld in Albanië. Ja, je bent theologisch toerister in Albanië. Zou je misschien een voorbeeld daarvan kunnen geven? Twee richtingsverkeer. Goedemiddag. Als ik je vraag mag beperken tot onze Bijbelschool in Albanië, dan zie ik voor me een paar studenten uit onze eigen ZGG-gemeenten, een paar Presbyteriaanse gemeenten en een paar die in een andere gemeente geleidelijk aan Calvinist geworden zijn. En dat groepje van een man of zes zit wekelijks in onze Bijbelschool om samen gereformeerd onderwijs te krijgen. Samen Gods woord te onderzoeken. En dat ze dat vanuit verschillende achtergronden doen en elkaar toch vinden, dat vind ik een heel mooi voorbeeld van wederkerigheid. Want het is goed om zeker in zo'n setting als in Albanië, waar maar weinig protestanten zijn en heel weinig gereformeerden zijn, om daar elkaar op te zoeken en vast te houden en te stimuleren. Dat is mijn eerste voorbeeld. Mijn tweede, diezelfde studenten van de Bijbelschool, die gaan iedere keer weer terug naar hun eigen gemeente. En daar geven ze in die gemeente door wat daar past, wat ze geleerd hebben. Maar niet alleen binnen hun gemeente, ze doen dat ook buiten hun gemeente. Het onderwerp evangelisatie komt dagelijks op de Bijbelschool langs. Hoe doen jullie dat? Hoe doen wij dat? Wat kunnen we daarin van elkaar leren? En hoe maken we de boodschap relevant? Want als wij, en dat is ook een les voor ons, als wij het niet vertellen, wie zal het dan doen? Hartelijk dank. Ja, verder hebben we nog een uitgave waar ik graag iets over wil zeggen. Dat is deze uitgave, Koken op het Veld, een kookboek van ZGG. Want in de meeste landen waar ZGG werkt, daar is het individu niet zo belangrijk. Het gaat veel meer om de familie, om de gemeenschap, om de relaties die iemand heeft. Samen bidden, samen Gods woord lezen, erover spreken, samen zingen, samen eten ook. Nou, uiteraard ook samen eten. Heel belangrijk in heel veel culturen. Lekker en lang eten. En onze zendingswerkers weten er alles van. Lekker en lang eten. Want ja, zij geven soms hoog op van de spijzen die je kan krijgen in Ecuador, Guinea, waar dan ook. En leden van de zendingscommissies in Alblasserdam en in Lisse, die hebben onze werkers gevraagd om recepten. Om recepten van hun favoriete maaltijden. Geen andijvie met aardappels, dat kunt u hier niet in vinden helaas. Andijvie met aardappels, dat zal het niet worden. Ook geen boerenkool en ertessoep, maar churrasco of tabouleh. Of falafel, of babka. Dat staat hierin. Het resulteerde in een prachtig kookboek. Marlies, mag ik jou even naar voren roepen? Want ik heb er eigenlijk graag een vraag over. Ja, ik kom hier ook recepten tegen uit Guinea. En er staat iets van mafe tiga. Kun jij dat uitleggen wat dat is? Heb je het al eens gegeten? Vind je het lekker? Nou, tiga mafe, dat is denk ik mokofin. Ik ken het als kansiye. Dat betekent letterlijk pinda water. En dat is wel een van mijn favoriete sauzen.
onze kookvrouw, onze Chinese moeder, die kookt dat zeker 1 keer per week. Kan ze heel lekker klaarmaken. En zij doet er dan gedroogde vis in en ui en pindakaas natuurlijk. En rode olie en goed veel peper. Oh ja. Heerlijk. En als je het nou echt op zijn Chinees wil doen, dan moet je het eigenlijk op een schaal doen. En dan moet je daar met z'n allen van dezelfde schaal eten. Zo doen wij dat. Hartelijk dank. Zeker. Hanneke, mag ik jou ook naar voren roepen? Ja, ik was ook wel een beetje gelukkig, want ik kwam in dit boek ook varkenslapjes gewoon tegen. Dat ken ik natuurlijk, varkenslapjes. Overigens, denkt u nou niet met een naam van, tjonge, dat is een ingewikkelde naam, dat kan ik niet koken, want dat is dus wel mogelijk. Dit net was gewoon pindawater, dus dat is goed te doen. En varkenslapjes, ook prima te doen, toch? Of niet? Is dat een beetje lekker? Het heet Bai Sachru. Nou ja, en wat is daar zo speciaal aan Cambodjaans eten? Ja, Bai Sachru is, vind ik wel speciaal, omdat het juist heel gewoon is. Je hebt gerechten die zijn voor hoogtijdagen, je hebt gerechten die geven ze graag aan toeristen. Maar Bai Sachru is heel gewoon en eigenlijk vinden ze het juist een beetje raar als jij als buitenlander dat ook eet. Vooral omdat het ook een ontbijtgerecht is. Cambodjanen kennen wel brood, maar dan als tussendoortje. En voor de rest is het 's morgens rijst, 's middags rijst, 's avonds rijst. En ter afwisseling rijstnoedels. Dus dan eet je 's morgens rijst met gebakken varkensvlees. Dat doe ik dan soms bijvoorbeeld als ik onderweg ben. Als ik naar Phnom Penh ga, dan reis je een uurtje of 5, 6. En als ik dan 's morgens om 6 uur wegga, dan stoppen we ergens langs de weg waar iedereen eet. En dan eet je gewoon hetzelfde als iedereen. En dat kan Bai Sachru zijn. Heerlijk, stevig ontbijt zou ik zeggen. Prima, mooi. U kunt vandaag bij de ZGG-stand dit kookboek aanschaffen voor de prijs van €17,50. U moet het natuurlijk niet missen, u kunt het weggeven als cadeau. Koop het allemaal, zou ik zeggen. Het kookboek van ZGG. Nu gaan we jullie toezingen. En niet alleen jullie, maar ook al onze werkers in de rest van de wereld, wereldwijd. Zij hebben een bijzondere opdracht en een roeping. En mogen namens ons uitgaan. Maar uw roeping, zoals u gehoord heeft, jouw roeping, met betrekking tot het zendingswerk, is even groot. Zendingswerk kan soms heel dichtbij komen, zei dominee W. Haring eens. In de binnenkamer, waar de naam des Heren wordt aangeroepen. Bewaar en vermeerder uw kerk. Laten we nu onze werkers hier aanwezig en elders op de wereld staande, Psalm 121, en daarvan het 4e vers toezingen. De Heere zal u steeds schade slaan, opdat hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaar. De Heer, zij ge in of uit moogt gaan en waar ge u heen moogt spoeden, zal eeuwig u behoeden. We doen dat staande, zoveel als mogelijk is.